Maar inderdaad, mensen denken dat wij moslims zijn. Ze zien een tulband, bij mannen zien ze baarden en ze weten niet wie Sikhs zijn. Dus we hebben flyertjes gemaakt, 3 feiten over Sikhi, ja. Die wij aan mensen proberen uit te delen. En waarin wij heel kort uitleggen wat de filosofie van Sikhs is. Zodat mensen eigenlijk meer over Sikhi leren. Sikhi is de 5e grootste wereldgodsdienst, maar mensen hebben geen idee, hebben nog nooit van ons gehoord, hebben ons al wel gezien, maar hebben dan het idee van, het zullen moslims zijn. Dus als het goed is voor jou, dan ga ik gewoon even door die, door die feitjes. Het eerste wat we aan mensen uitleggen is wat de boodschap eigenlijk is van Sikhi. Wat is de boodschap van deze levensstijl en van deze godsdienst? En de kernbegrip is ek, één. Het hele ras van mensen is één ras. Het is één grote familie. Wij maken geen verschil tussen mensen met verschillende seksuele oriëntaties, mensen van verschillende geslachten, mensen van verschillende huidskleuren. Iedereen is één familie. En wij gaan op zoek naar wat ons verbindt met iemand anders. Iedereen heeft in zich een sprankeltje, een deel van dat licht dat in het universum is, dat het goddelijke is. En dat zien wij als wij iemand anders zien. En we kijken voorbij de huidskleuren, we kijken voorbij alle andere scheidingen, als je wil. Dus dat is dan meteen een heel groot verschil met vele andere godsdiensten die meer ingekapseld zijn van het zijn wij. Voilà. Bij ons is het een heel ander idee. We leggen mensen uit hoe dat wij ons dan met dat goddelijke proberen te verbinden, omdat iedereen wel zijn of haar manier van mediteren of van bidden heeft. Jullie hebben zelf kinderen. Op het hoofd van een babytje zit er een zacht plekje als ze geboren zijn. Wat eigenlijk de huid, voilà, de fontanel, wat nog open is. Dat noemen wij de 10e poort, de 10th gate. Van waaruit je met je ziel connectie kan maken met het goddelijke. Daardoor ben je binnengekomen en daardoor ga je ook terug naar buiten. Dat is eigenlijk de verborgen deur, als je wil. Ja? We werken met een aantal poorten. Dat zijn de openingen in je lichaam. En hier, die opening, die groeit terug dicht nadat wanneer een kind opgroeit. En dat is degene die wij terug proberen open te zetten. Om daarmee de connectie te maken. En dat is eigenlijk ons concentratiepunt. Als wij onze simmelen doen. Simmelen wil zeggen dat wij de naam die wij aan het goddelijke geven, dat is Waheguru. Als we die herhalen. En Waheguru is een naam die eigenlijk iedereen kan gebruiken. In yogalessen gebruik je die ook. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, wauw, naar datgene wat mij vanuit duisternis naar licht leidt. Dus naar meer bewustzijn, naar meer begrip van dingen in dit leven. Het gaat niet enkel over het materiaal wat ik rond mij heb. Nee, om het huis wat ik heb. Om hoeveel geld er op mijn bankrekening staat. Dus telkens dat je een inzicht hebt, kan je zeggen, Waheguru, ik heb een groter inzicht. En dat is ook de naam die wij geven aan het goddelijke. We leggen mensen iets uit over onze teachers. Wij noemen dat de 10 Sikh Gurus. We hebben 10 teachers gehad in een menselijke gedaante. Die deze boodschap hebben verspreid, die daarmee zijn gaan rondreizen. Ik kan hier bijvoorbeeld lezen dat de eerste guru, Guru Nanak, de wereld begon rond te reizen om die boodschap te verspreiden. En die boodschap was erin, ben jij een moslim, wees dan een goede moslim. Ben jij een hindoe, wees een goede hindoe. Je moet niks apart gaan worden, maar heb een persoonlijke connectie. Verval niet in ritualisme. En er zijn 9 levende gurus na hem geweest, die allemaal diezelfde boodschap zijn gaan verspreiden. En voor ons nu als Sikhs hebben wij geen levende teacher meer in de vorm van een mens, maar een levende teacher in de vorm van geschriften. De Siddhi Guru Granth Sahib. Ik weet niet of jullie ooit in een gurdwara zijn binnen geweest, in een tempel. Nee, ik heb dat wel onlangs eens opgezocht. Er is in zijn truiden is er een, voilà. En als je daar langs zou gaan, je wandelt de tempel binnen, dan zie je daar op een troon, op een verhoog, de Siddhi Guru Granth Sahib liggen. En dat is een boek met daarin teksten van verlichte geesten. Onder meer van de Sikh Gurus, maar ook van andere verlichte geesten. Sufi-moslims, Hindu-bhagats, dus Hindu-devotees. Maar allemaal mensen die verlichting hebben bereikt. En die eenheid in alles hebben gezien. En voor ons, wij zien geen boek als Sikhs, maar wij zien een levende teacher. Wij behandelen het woord als iets levends. Net zoals bijvoorbeeld Tibetaanse moslims doen en net zoals Joden doen. Dus het woord is voor ons levend. Dat is de teacher. Omdat het een vibratie is, het is iets wat niet sterft.
Heel vaak wordt aan ons gevraagd, wat is de positie van vrouwen? Omdat dan weer de vergelijking met bijvoorbeeld de islam wordt gemaakt. Maar ook met het katholicisme bijvoorbeeld, waar vrouwen ook een lagere positie als ze willen hebben. In Sikhi is het helemaal anders. Vrouwen kunnen elke rol op zich nemen. Bijvoorbeeld in een tempel kunnen zij elke rol op zich nemen. In het dagelijkse leven ook. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. Vrouwen kunnen ook een tulband dragen. Vrouwen werden ook bijvoorbeeld als predikanten aangesteld door de guru zelf. We hebben geen vrouwelijke guru gehad, dus de levende gurus waren allemaal mannen. Maar zij waren omringd door vrouwen die mee die boodschap verspreiden. En er wordt geen enkel onderscheid gemaakt. Groot verschil met heel veel andere godsdiensten. In Sikhi zijn het zowel mannen als vrouwen die hun haar bedekken. Het zijn niet enkel de vrouwen die hun hoofd bedekken, maar wij doen het aan de twee geslachten. Het verschil met bijvoorbeeld hindoes, waar vrouwen... Dan heb je dikke pech als je in een vrouwenlichaam terecht bent gekomen, want dan kan je in dit leven geen verlichting bereiken. Je moet wachten om hergeboren te worden in een mannenlichaam. Dat is dus ook iets waar Sikhs tegen reageren. En nu lijkt dat iets van... Dat is een normaal iets, maar in de periode waarin Sikhi ontstond, de 15e eeuw, wanneer de eerste guru, Guru Nanak Dev Ji, zijn boodschap kwam verspreiden, was er een tijdperk, of had je de situatie, waarin bijvoorbeeld in het hindoeïsme als een man stierf, moest die vrouw, zijn vrouw moest zich op de brandstapel werpen, want zij had geen levensdoel meer. Haar leven was over, want haar man was gestorven. En dan kregen wij Guru Nanak Dev Ji, de eerste teacher van dit nieuwe pad, die zei, nee, het is uit een vrouw dat koningen geboren worden. Het is uit een vrouw dat heiligen geboren worden. De vrouw staat aan het begin van alles. En het is de vrouw die je gaat respecteren als de Shakti-energie, als de kracht van alles. En dus een heel rebelse boodschap eigenlijk in dat tijdperk. En het is die rebelse boodschap van de eerste feminist, als je wil, uit de 15e eeuw, die wij nog steeds volgen. Jullie hebben misschien gehoord of ooit de Gouden Tempel gezien? In Amritsar, op foto. Dit is de Gouden Tempel in Amritsar. Dat is, als je wil, het Vaticaan van de Sikhs. Dat is onze meest heilige plaats. En die heeft vier toegangen. Dus niet gewoon één deur, maar die heeft vier ingangen. Je kan via elke ingang komen. Het idee daarachter is dat mensen uit alle windstreken welkom zijn in Sikhi. Niet om per se Sikhs te worden, maar gewoon om binnen te komen in een tempel... daar te gaan eten gratis. Dat is een belangrijk deel van Sikhi, dat iedereen een maaltijd kan komen krijgen bij ons, dat iedereen onderdak kan krijgen bij ons. Als je een Sikh ziet, als je iemand met een tulband ziet, kan je daar naartoe gaan om hulp te krijgen. Omdat Sikhs er zijn in dienstbaarheid van anderen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom wij hier rondlopen. Om dienstbaar te zijn, om niet in het egoïsme te vervallen waar iedereen in zit, maar we gaan kijken wie heeft ons nodig, wie heeft hulp nodig. Wij helpen jou, regardless of je een Sikh wordt of niet, dat is niet belangrijk. Maar wij zijn hier gewoon om jou te dienen. Dat is het pad wat ons is gegeven. En dus die vier deuren geven dat al aan. Er is geen onderscheid tussen kasten, er is geen onderscheid tussen welke windrichting je uitkomt. We leggen in de flyer uit hoe godsdienstvrijheid heel belangrijk is voor ons. Ik zeg al, wij bekeren mensen niet. Dus in Sikh is er geen idee van mensen gaan bekeren. Toevallig ben ik iemand die niet daarin geboren is, maar... wel die keuze heeft gemaakt om een Sikh te worden. Maar twee van onze teachers, twee van onze gurus, hebben zelf hun leven gegeven voor het vrijstellen van dit pad. Maar één van hen, Guru Tegh Bahadur, de negende guru, heeft zijn leven gegeven zodat hindoes vrij hun geloof konden beoefenen. Dus voor een ander geloof. Nooit gebeurt in de geschiedenis van de mensheid dat iemand zegt, ik geef mijn hoofd, zodat iemand van een ander geloof vrij zijn of haar geloof kan uitoefenen. En dat is nog steeds wat wij doen. Er is in België bijvoorbeeld toen de discussie over hoofddeksels of hoofddoeken en religieuze symbolen. Toen die discussie begon over religieuze symbolen, zijn we bijvoorbeeld naar het parlement gegaan. En toen wij uitlegden wie Sikhs waren, ze hadden geen idee over wie wij waren. Ik ben toen voor het parlement gaan spreken. Toen wij uitlegden dat het bijvoorbeeld niet gaat om het onderdrukken van de vrouw, maar dat het is om ons haar te bedekken, dat is een kroon is die ons is gegeven. Kwam de reactie van parlementairen, dat is iets anders, wij willen dan voor jullie wel een uitzondering maken. Ja. En dan hebben wij gezegd, nee, want wij zijn niet geïnteresseerd in een uitzondering voor ons. Ja. Wij willen dat iedereen de vrijheid krijgt om te kiezen. Dat jullie aan moslima's ook de vrijheid geven. En ja, misschien zijn er sommige moslima's die het moeten dragen omdat ze onderdrukt worden. Maar anderen maken wel heel bewust deze keuze. En wij willen voor hun vrijheid staan. Dus wij willen geen uitzonderingsregel. En hoe zijn jullie georganiseerd hier in België? Er zijn
gemeenschappen van Sikhs in verschillende steden. Weinig georganiseerd in feite. In Sint-Truiden en in Limburg zijn er... Voilà, inderdaad, daar kennen de meeste mensen hen van. In Brussel wonen een aantal Sikhs, in Gent wonen wat Sikhs. Maar de Sikhs hier zijn vrij op zichzelf, omdat het heel moeilijk is voor de integratie, omdat er zulke angst is in België naar mensen met... Met een religieus symbool, laat ons zeggen. Mensen van wie je kan zien waar zij voor staan. Er zit heel veel angst eigenlijk. Veel mensen wachten ook nog op hun papieren, bijvoorbeeld als zij komen uit India. Of uit Afghanistan. We hebben een gemeenschap van Afghaanse Sikhs die het bijzonder zwaar hebben om in België te overleven. Qua organisatie is er weinig, ook omdat Sikhi is als godsdienst in België niet erkend. Je moet hier door een proces gaan waarin je kan aantonen dat er... zoveel mensen jouw godsdienst volgen. En dit is al iets, wij zien Sikhi niet als een godsdienst, maar als een levensstijl en als een pad dat je bewandelt. Maar je moet dus aantonen hoeveel mensen dat er zijn die dit volgen. En dan moet je door een hele procedure via de regering waarin je heel gestructureerd wordt. Maar dan wordt het echt een godsdienst met regels en zo werkt Sikhi helemaal niet. Voilà, dan ga je dus die discussie, daar gaat het dan inderdaad om, subsidies die aan de tempels worden gegeven. Voor ons gaat het niet om de subsidies, wij willen dat wij erkend worden... Omdat het ons zou helpen dat er in scholen alles gepraat zou worden over Sikhs. Want het is enkel als erkende godsdienst... Dat het zichtbaar wordt. Voilà. We willen dat mensen verstaan wie wij zijn. Dus daarom dat wij dit nu aan het doen zijn, mensen aan het uitleg geven zijn. YouTube-kanaal. We hebben een YouTube-kanaal waar mensen kunnen leren over Sikhs. In het Engels. We willen daar andere talen. In het Engels zijn er heel veel... Ja, ik woon zelf ook in Engeland. En dus ons YouTube-kanaal is in het Engels, maar we willen daar video's in andere talen op krijgen... zodat mensen van andere landen ook eindelijk eens kunnen leren wie Sikhs zijn. Net omdat er in scholen niet wordt over gesproken. 18 jaar op school gezeten, 22 jaar op school gezeten, nooit gehoord over Sikhs. Vrij vreemd als het... Een opsomming, hè? Ja. En dan wordt het meestal gezien als... Het is een mix van... Het is een onderdeel van het hindoeïsme, of het is een mix van hindoes en moslims, maar het is een heel apart pad in feite. Maar als je door een regering geduwd wordt je moet een vaste vorm gaan aannemen, want dan krijg je subsidies, daar gaat het ons niet om, want wij zijn geen vaste vorm. Er zijn geen regels in Sikhi, er is één regel, jap, dat wil zeggen mediteer. Dat is de enige regel, mediteer. En deel je bezittingen met anderen. Ja, leid een rechtvaardig leven, deel je bezittingen met anderen en mediteer. Ja, daar kan je weinig gestructureerds mee gaan maken, want iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Maar goed, dat is dus wat wij aan mensen proberen uit te leggen. We leggen ook... Jij bent zelf muzikant, hè? Het mooie aan onze geschriften is, die staan allemaal op muziek. Muziek is bij ons ontzettend belangrijk, omdat muziek een mood geeft. Ja. Muziek helpt mensen iets te verstaan, ook al dus verstaan zij misschien de diepere betekenis van woorden niet. Mm-hmm. Via de muziek gaan zij... Inderdaad, gaan zij de taal... Gaan zij toch begrijpen, omdat het een heel emotionele taal is. Dus dat zijn eigenlijk allemaal aspecten die wij mensen proberen uit te leggen. En wij zeggen dat ze in een Gurdwara terecht kunnen voor gratis maaltijden. Vooral voor mensen die in de winter heel sterk aan het worstelen zijn met rond te komen. Ik woon in Engeland en daar zijn het voornamelijk de tempels. Heb je ze gezien? Voilà. Ja, het is vooral de tempels daar, de Gurdwara's, die ervoor zorgen dat mensen kunnen overleven. Simpelweg. Het is een nieuwe vorm van voedselbanken geworden. In die zin zou het fantastisch behulpzaam zijn als mensen in België, vooral mensen die aan het worstelen zijn, ook wat meer... uitleg kunnen krijgen, zodat zij weten, ik kan in een Sikh-tempel binnen, ik hoef zelf geen Sikh te zijn, ik mag gewoon vrij binnenwandelen, mijn maaltijd hier komen halen en ik kan terug naar huis. Er is geen verplichting, er wordt niks van mij verwacht, maar ik word hier bediend en ik kan overleven. In Engeland zou er enorm probleem zijn zonder de tempels, omdat wij bedienen mensen in tempels, maar wij gaan ook, zoals wij nu met informatie gaan we ook met maaltijden naar buiten, dus wij bedienen mensen op straat. Dus vooral s'avonds. Er zijn er nu wel van die initiatieven die een verlengde daarvan liggen, helemaal los van Sikhi, wat dan ook. Een Gent die zijn gast heeft een frigo aan zijn deur gezet. Mag ik dat? Hoe heet dat? Free to go? Frigo. Oh, super! Waar mensen gewoon kunnen hij zet er eten. Of iemand anders kan er eten inzetten. Als je iets uitdaagt, je kunt gewoon iets gaan halen, als je kunt je mee. Ja. Of iets dat hij nu zegt van ik heb dat over. Ja. Zijn een frigo buiten. Dus dat zijn wel zo persoonlijke kleine dingen. Ja, en daar gaat het dus eigenlijk over. En dat is het pad van de dienst. Bijvoorbeeld in onze tempels, we hebben niemand die staat aangesteld. Jij bent verantwoordelijk voor dit.
Jij bent verantwoordelijk voor dat. Mensen brengen eten en het eten wordt gegeven aan wie het nodig heeft. Ja. Dus op grote schaal wat die frigo daar doet. Ja. Het probleem is, mensen vinden de weg naar ons heel moeilijk hier in Europa. Misschien moeten wij frigo's op straat gaan zetten en het op die manier proberen. Want dat is net wat wij dus proberen te doen. Dat is een beetje de kracht van het getal, maar jullie mogen niet meer zo heel veel zijn. Wij zijn niet met veel in België, nee. Dat is al moeilijker om In Engeland hebben we wel de kracht van de nummers achter ons en bedienen wij duizenden mensen. Daar heb ik